Welkom terug YouTube bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry en vandaag gaan we verder met de roeiboot. Ik had gezegd dat we nog een doorvoer moesten maken vanuit de kist naar buiten toe, dat de kist niet vol met water kon blijven staan. Nog een inspectiegat moeten maken in de luchtkas. Nou, dat gat heb ik al geboord, dat kun je hier zien. Kom deze dop op. En deze lassen we hierop. Er zit een inspectiegat. Dat gat in de kist was iets lastiger. Ik heb het inmiddels voor elkaar. Heb ik dit voor gemaakt. Dit pijpje komt erin. Dat is gelukt. Ik heb het met de gatzaag. Het gat hier schuin ingeboord. Een gatzaag met een lange centerboor heb ik daarvoor gebruikt. Dan heb ik dit mooie stukje ijzer gemaakt. Die past er strak in. Hier rondomheen lassen. En dan is het gelukt. Aan de buitenkant ziet het er anders uit. Aan de buitenkant komt hij er gewoon een stukje uit. En dat laat ik ook zo. Want als ik hem gelijk slijp met de luchtkast, krijg je daar zo'n vieze bruine streep te staan. Dus die laat ik zo zoals hij nu is, zo lang. Dat maakt niet uit, die kun je toch niet gaan staan met je voeten dus. En die moeten we erin gaan lassen. En dan moeten we de hoeklijnen nog in gaan maken voor het rooster wat erin komt. Dus die gaan we eens vastlassen. Dan gaan we de hoeklijn op maat maken. Nou ja, als die erin gelast zit, dan is hij zover om geschilderd te worden. Dan moeten we hem schuren en dan gaan we hem schilderen. Dat neemt wel enige tijd in beslag te schilderen, want het is topwerk. En het schilderen valt wel mee, maar het schuren is een hoop werk. Daarbij wil ik de naam van de boot wil ik nog veranderen. Nu hebben we hem reserve genoemd. Enorm afgezaagd. Het is wel onze reserveboot. Dus als er ooit iets met andere roeiboten gebeurt, kunnen we deze neerleggen als reserve. Maar het lijkt me leuk als jullie een naam verzinnen voor de boot. Het moet niet aankomen met zuipschuit. Die hebben we ook al. Maar gewoon een leuke naam voor de roeiboot. Ik ben benieuwd waar jullie mee komen. Zet het hieronder maar neer in de reacties. En dan kies ik er sowieso altijd één naam uit. En we gaan eens snel starten met afmaken. De laatste paar dingen erop lassen en dan komt het goed. En dan maak ik geen filmpje meer totdat de boot helemaal geschilderd is. Van de schilderen, dat geloof ik allemaal wel. Dus als je dan helemaal klaar is, dan loop ik er nog een keer rondomheen met jullie. Misschien nog een proefvaart. En dan wou ik het dan bij laten. Ik ga mijn lashelm opzetten, mijn handschoentjes aandoen. En dan gaan we beginnen. We'll be right back.
We zijn klaar met laswerk. We lopen er nog eventjes langs. We hebben nou precies allemaal gedaan hebben deze keer. Dan ga ik de boot in de ketting hangen, ga hem optillen, ga hem op de bokken zetten. En dan is hij klaar om te schuren. Als er nog vrijwilligers zijn om te schuren, hoor ik het graag. Het is niet mijn hobby. We hebben allereerst dit pijpje hebben we op maat gemaakt, erin gelast. Hier aan de binnenkant ook afgelast. Loopt de bak leeg. Deze dop hebben we erop gelast. Kunnen we de binnenkant van de luchtkas controleren. We hebben drie. Hoe kleiner erin gelast waar het rooster op kan komen te liggen. Hier hebben we eindstopjes ingelast. Dat rooster niet naar voren kan schuiven. Dus dat is wat we vandaag wouden doen. Dat heb ik gedaan. Nu is al het mechanische werk, dus al het laswerk, alle aanpassingen zijn klaar. Nu gaan we hem schilderen. Vergeet de naam niet. Hieronder graag. In de commentaarstukje. Kun je er een naam neerzetten voor de roeiboot. Er komt er geen reserve meer op. We gaan de vier sprongers pakken en zullen hem eens optillen. Zo, hij staat op de bokken. We kunnen gaan schuren. We zijn hiermee aan het einde van het filmpje gekomen. Vond je het filmpje leuk? Duimpje omhoog. Wil je meer filmpjes van mij zien, kun je eigenlijk ook abonneren op mijn kanaal. En als je dan het belletje naast de knop abonneren aanklikt, word je iedere keer als ik een filmpje upload op de hoogte gehouden. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals wij hier in Brabant zeggen. Houdoe.